Een vroege zondagochtend in Zuid-Limburg. Maastricht ontwaakt langzaam. Het L1-gebouw is zo goed als leeg. Rick Kremers was de eerste die vanochtend het gebouw binnenliep. De wekker van de radiomaker uit Tegelen ging om 6:10. Het is wonderbaar. Blaasmuziek, slagers en volkstumelijke klanken bij L1. Welkom terug bij het derde en laatste oor van Wonderbaar. Het blaasmuziekoor dat vandaag geopend wordt door de muziekkapelle Penon. Al 30 jaar maakt hij een radioprogramma omtrent volkstoemliche muziek, slagers en blaaskapellen. Eerst bij de lokale zender Slot en Tegelen, daarna bij de Venlose Stadsomroep en inmiddels al 18 jaar maakt Kremers het programma Wonderbar bij L1. Een lange tijd. Lange tijd, ja. Nog altijd leuk? Nog altijd leuk. Ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Dit is leuk. Ik denk ook dat je dat niet kunt als je daar niet achter staat, als je dat niet leuk vindt. Je moet dit leuk vinden om er iets mee te kunnen doen en om het te kunnen doen. Zijn programma is iedere zaterdag in de namiddag op de radio. Maar Kremers neemt liever zondagochtend op, in alle rust. Door de week bereidt hij het programma thuis voor. De presentator duikt in nieuwe muziek en kijkt naar de evenementenkalender van blaaskapellen. Zijn liefde voor de muziek stamt uit zijn jonge jaren. Volgens mij ben ik als kind altijd met papa en mam mee naar Oostenrijk op vakantie gegaan. Daar kwam ik in aanraking met die muziek. Thuis werden LP's van Ernst Mosch gedraaid, werd gekeken naar muzikantenstadel op televisie. Ik keek mee. En ik denk dat ik de muziek ook altijd associeerde met vakantie en met de gezelligheid en met vrije tijd en met de positiviteit. En ik denk dat het zo gekomen is. Naast het presenteren van Wonderbar is Kremers leraar natuurkunde op het Valuwas College. En ook al 30 jaar sportverslaggever op de radio van L1. Je wordt uiteindelijk bekend als componist en arrangeur van blaasmuziekstukken. Hij heeft hart voor het vak. En zijn liefde voor de muziek is onvoorwaardelijk groot. En ook thuis, als ik zit te werken, als ik zit na te kijken, als ik iets zit te doen, dan staat altijd dit soort muziek op de achtergrond. Oké, wat is het mooie dan daaraan? Kun je het duiden? Kun je het uitleggen? Ja, ik moet soms ook uitkijken, want dan kan ik niet stil blijven zitten als ik die muziek hoor. Dan ben ik aan het werk en dan hoor ik een nummer en dan heb ik de behoefte om door de kamer te gaan lopen bijvoorbeeld. Ik denk dat muziek is, dat heb ik wel eens gezegd, waar je niet alleen met je oren, maar ook met je hart naar luistert. De instrumentale polka Blatenska. En het liefst gaat Kremers nog 30 jaar door. Ik hoop nog heel lang door te gaan, ja.